Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 3 juli en dat betekent dat ik mijn laatste toets heb. Als het goed is, als ik geen herkansing heb natuurlijk. En het is nu best vroeg, 8 uur. En ik heb vannacht niet kunnen slapen. Want ja, ik weet niet, ik wil het gewoon halen en ja... Dan denk ik, ah, ik wil dit dus nu gewoon maken, dan ben ik er vanaf. Maar goed, dus we zullen het zien. Het is recht, meer keuze, dus op zich moet het wel goed komen. Maar ja, ik weet niet, ik wil er gewoon vanaf zijn. Oké, ik heb, het is inmiddels 9:30. Dus de tijd gaat dringen, want om 11 uur heb ik die toets. Maar ik denk dat het wel goed komt, maar ik ben toch nog een beetje zenuwachtig. Maar in ieder geval, ik heb mijn ontbijtje gemaakt. Ja. Ik denk waarschijnlijk wat goor, maar het is wel heel lekker. Ik vind het lekker, vooral met pindakaas. Maar in ieder geval, ik moest dus mijn bureau leegmaken, dus dat heb ik gedaan. En je denkt echt, wat een ruimte. Kijk dan, wat een ruimte. Dus ik moet straks na die toets al mijn zooi opruimen en dan kan ik dat gewoon zo laten staan. Jongens, het duurt nog 19 minuten en dan moet ik een toets maken. Wish me luck. Oh, zo zenuwachtig. Maar ja, ik zie het wel. Yo, als je denkt, waar sta je? Nou, ik sta bovenaan de trap. En hier hangt de was. Nee, maar ik heb net mijn toets gehad. En het ging super goed. Aan het begin had ik echt paniek, want de wifi viel weg. En ik dacht echt, oh mijn god, dadelijk gaat het helemaal fout. Maar ja, het ging helemaal goed. Oh, hou wel recht meer. Het ging helemaal goed, dus ik hoop op voldoende. Nou ja, ik weet wel zeker dat ik dat heb. Oké, straks wordt het wel grappig als ik dit dus niet heb. Maar, dit is dus het toetsoutfitje. Dat gaan we even anders doen. We gaan me even omkleden en even iets normaals doen. En dan heb ik een soort van vakantie en dan ga ik leuke dingen doen. Dus, ik weet nog niet wat ik ga doen nu, maar... Ja. Oké, aangezien ik dus heel mijn bureau leeg moet maken. Bam. Dus dit is allemaal... Al deze zorg moet ik dus nu gaan uitzoeken. En dan kan het weg. Maar heb je daar zin in? Nee. Moet het gebeuren? Ja. Moet het ook nu? Nee. Ga ik het doen? Nu? Misschien. Kortom, ja, drama. Oké, ik doe echt dingen open. Dus het is zo'n doos wat er stond. En dan vind ik kammen. En wat is dit? Een diploma. Entertainment. Van Spanje. Nou, dat is echt in 2007 geweest. Oh nee, het is Turkije. Of niet? International. Ja, Turkije. Helemaal zurp. Nou, dit moet ik dus allemaal gaan uitzoeken. Pleurisbende. Zo, dit is de schade. Alle zooi. En nu ziet het er zo uit. Nou, kijk hoeveel ruimte ik heb. Bizar. En mijn bord heb ik ook een soort van opgeruimd. Met alle leuke foto's. En zo heb ik er afgehaald. Nou, enig. Inmiddels heb ik me omgekleed. Oh, ik heb echt jeuk op mijn hoofd. Geen luizen, maar de vorige keer was hier mijn hoofdhuid verbrand. Dus nu heb ik echt jeuk. Ja. Dit is de outfit. En ik ben nu even in het dorp met moeders. En vriendin van moeder. Dus we gaan even gezellig shoppen. Ja, ik zit op het terras. Jo. Nou, doe eens niet zo. Toch? Gezellig, hè? Het gaat er wel in, hoor. Proost. 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 Hey. Het mag. Wat? Ik zeg, het mag weer. Tuurlijk. Altijd. Hallo. Ik ben weer omgekleed vandaag. Want ik ga uit eten. Dus toen dacht ik, nou laat ik maar iets anders aan doen. En ik ga naar Rotterdam, dus ik moet met OV. Dus ik moet zo'n superleuk mondkapje op. Nou, I can't. Ik hou er echt niet van. Maar ja, we zien zo hoe het gaat. Wat een gezicht dit. Nien, waar ben je? Heftig. Ik vind het echt niks. Jullie
hebben ook nog zo'n leuke. Ik ben niet bij mij vloekt ook hoor. Ja, kijk dit. Maat. Kijk dit. Leuke combi. Ik heb een kartontje. Een kartonnetje. Nou, nou. Beter dan dit. Dus lekker. Ik neem de volgende kip. Inmiddels zijn we naar buiten verkast, want we hadden de 2 uur shift. De shift was over. Dat heb ik. Sproet. En nu zitten we buiten en zitten we mensen te kijken. Yay. Nou, we zijn weer in de metro. Huts. We moeten ons prachtige mondkapje op. Ja, alleen meer even op. Ja. Ja, ik hou me aan de regels. Preventie, hè? Ik ben inmiddels weer thuis van het eten. En ik ga nu naar bed, snel, want ik mag weer werken. Dus dan moet ik weer vroeg op. Dus ja, ga ik dat even doen. Ik zie jullie morgen weer. Ik ben aangekomen bij de gym. Het regent een beetje, maar ik moest omrijden helemaal door de wijk. Dus dat is drama. Ik wilde op weg met de fiets, maar toch maar niet gedaan. Yo, wij zijn weer klaar met werk. Hoi. Deze mensen denken, wat is dit? Dat denk ik zelf ook. Hè, Tja? Mag ik ook in je vlog? Mag. Ik wil de rest het ook wel. Ja, ga je goed? Tot 10. Wat ben je aan het doen? Ik ben even de voorraad aan het goed zetten. Oh. Ik ben net geslapen. Even. Nou ja, ik weet niet, maar ik kon eigenlijk niet heel erg goed slapen, want de overburen zijn aan het verbouwen buiten. Dus ik hoor alleen maar de boor. Dus dat is helemaal sup. Maar goed, ik heb even mijn ogen dicht gedaan. Dat is wel chill. Nou, ik heb net gegeten. Lekker soepie. Nu ga ik even mijn mond uitlaten in de regen. Daarna ga ik me even klaarmaken. En dan ga ik naar Melissa. Met nog een paar. Gezellig. Het hoofd. Ja. Gezellig. We zijn aangekomen bij Melis. Hey. Heerlijk. Shock heeft lachen niet te stoppen. Om te janken. Oh, verschrikkelijk. Ik heb nergens last van. Nee. Ik kan mijn shampoo wel mee kunnen nemen. Ja. Van onderweg in de douche. Ik dacht, leuk, doe mijn haar een keer wat anders. Nou. Zit je prima weer? Nou. Normaal geef ik het slaap over. Inmiddels is het alweer de volgende dag. En ben ik net onder de douche vandaan. En heb ik de vlog niet echt afgesloten of zo voor de avond. Maar het was super gezellig. Het was best laat geworden. Best weinig geslapen op dit moment. Weinig uur. Maar maakt niet uit. Nu gaan we wat eten. Mijn favoriete maaltijd. Maar goed, zo lekker ziet het hier niet uit. Dus zal ik niet voor jullie filmen. En daarna ga ik denk even langs mijn oma. Ik ga voor nu de vlog afsluiten. Want ik ben bij mijn oom geweest, ja, ik heb niet echt gefilmd of zo. En ik ga nu ook niks meer moeiends doen. En dan kan ik hem nu gewoon editen. En dan staat hij online. Dus allemaal weer bedankt voor het kijken. En kusjes. Even liken, abonneren, weet ik veel, als je dat leuk vindt. En dan zie ik jullie van de week wel weer. Dan heb ik wat meer vrije tijd, dus dan ga ik misschien wel weer leuke dingen doen. Ik wil nog even zeggen, ik heb dus voldoende voor mijn toets.